ventieltje. Zou je jongens van haar nooit land vinden? Dat zou heel erg zijn. Nooit land vinden, dat is niet. En ik heb zo'n honger. Misschien een boter met pikjes. Misschien een spaghetti of zo. Kunnen we niet de vis vangen? Is het niet de patatboot hier? Ik zie dat jij niet ziet, het is blauw. Zee. Wil je me niet steeds duwen? Ja, maar ik wil ook wel eens even voorlopen. Ja, nou. Ja. Ik wil voorlopen, ik heb het gewonnen. Waarmee? Ik had een goede kleur, geraden. Geel. Geel? Ja. Zand. Wat? Land. Hé! Hey. Land. Kijk! Oh, gelukkig maar. Kom op. Hallo. Oh, ja. Dat is ook zo. Hé, kijk, kinders. Wat een boel kinders. Wat een gezelligheid hier. Wat een leuk land. Wacht, moet je kijken, wat mooi. Ik vind het hier gaaf. Palmboom staat erop. Even een katmes pakken. Je moet even een katmes pakken. Maar dat wilde dier zijn, dit eiland. Oh jezus, wat een struiken. En het is onbewoond, hè? Ja, alleen we hebben wel pottenkijkers. Buren. Buureiland. Dat is het nu wel. Hallo allemaal. Hey. Wij zijn tenslotte zeehonden. Ja. En we gingen een dagje varen. En toen, dat was allemaal hartstikke leuk. En toen kwam in één keer een heel groot gat in de boot. En er kwam allemaal water omhoog. Ja. En toen heb ik allemaal een reddingsboei gepakt. Hop, overboord gesprongen. En die boot die ging langzaam naar de bodem. En we hebben een paar dagen een beetje gedobberd. En toen vonden we dit onbewoonde eiland. Goed, hè? Dan kunnen we volgens mij, kunnen we nu beginnen. Ja, laten we beginnen. Ja. Hallo lieve mensen, welkom bij de Zotte Zeehondenshow. Vandaag hebben wij op het rijtje, helemaal op rechts, aan het roer, Martijn Kaptein. Zijn hobby zijn modelbouw, portefeuilles verzamelen en potloden uit verschillende landen. Het wordt orde en netheid, alles netjes opgeruimd en persoonlijke hygiëne staat bij hem hoog in het vaandel. Naast hem is Iris. Iris is lief en romantisch. Ze leest graag liefdesverhalen en haar hobby zijn bloemen plukken, taarten bakken en... Naast haar zien we Frank. Frank is een beetje verstrooid. Hij is altijd van alles kwijt en hij is bovendien vergeetachtig. Zijn hobby zijn duivenmelken en vissen. En daar hebben we Egmond. Ha, hij is gek op klimmen, graven en kattenkwaad uithalen. Egmond wil graag voor in de boot zitten. Maar hij had de verkeerde kleur geraden en toen mocht zijn zus Assepoes voorin. Hij vindt Assepoes stom en meisjes achter en uitsloper. Assepoes mocht voor in de boot omdat zij de goede kleur had geraden, namelijk geel. Ze houdt van avonturen beleven en spaghetti eten. Ze heeft haar lievelingskuppel bij zich. Het is een poes en die heet Poes. Ze vindt Egmond kinderachtig en een aansteller. Hier zijn de Zotte Zeehonden. En dan doen we dat dit het eiland is en dan doen we dat jullie hier in de zee zijn. Jullie zijn de vissen. Of de zeesterren, of de golven. Wat ruik ik nou de hele tijd? Ik ben het niet hoor. Het stinkt hier, joh. Heeft niemand van dat spul bij zich? Van dat... Nee. Van dat... Lekker rollen die stinkt er zo. Geen
Toen keek ik en dan zag ik
één palmboom, één eiland. En ik zwem en ik zwem en er was niemand op het eiland. En net voordat ik op het eiland kom, zie jullie. Dit ziet er wel hetzelfde uit. Ja. Dit is hem volgens mij. Ja. Dus achter die palmboom, om de palmboom heen. Het is 21 stappen staat erop. Wat spannend! Ja. Ik ga het echt moe. Ik ga me vast eens proberen. Ik ben goed moe. Hoor. Ik ben moe. Gaan we nu niet zoeken dan? Ik ben moe. Nou, ja? ik ga precies die 21 stappen doen en dan ga ik boven op mijn schat slapen. Slapen? Ja. Ik kan toch niet slapen als je dat hoort over een schat? Dat kan toch niet? Frank, wat jij? Nee toch? Jeetje, wat zou erin zitten in die schat? Misschien wel veel sleep? Nee. Ik heb wel honger. Wat denk jij, Frank, wat erin zit? Denk ik niet? Oh, ik weet niet. Thank you.
zon? Ja, de zon schijnt heel fel. En als die heel lang heel fel schijnt op je vel, dan verbrand je. Ja, dat is waar, Iris. Dat is goed dat je zegt. Hebben jullie dat wel eens gehad, dat je dan te lang in de zon zit en dat een LLC doet daarna? Van de zon? Ja? Vervelend, hè? Kan je niet verslapen? En allemaal plakjes komkommer moet je er dan weer op doen? Of yoghurt? Dus moeten we maar eens even wat insmeren. Zeerover. De palmboom staat verkeerd. Is dat zo? Of het eiland is omgedraaid. Ja, dat zou kunnen, maar ik heb je eventjes nodig. Oh, wat is het? Dan kan ik even laten zien hoe het moet met insmeren. Oké. Zo. Want het is dus zo dat hetgene wat het dichtste bij de zon is, dat gaat dan ook het eerst verbranden. Dus je voorhoofd of je neus en je schouders. Iets wat uitsteekt. Nee, die wil ik niet, hier is zon. Hoor je daar? Oké, dus nou, misschien kunnen jullie eventjes me goed meekijken. Dan kunnen jullie straks met ons meedoen. Dan begin je dus met je hoofd. Zo, hoofd. Smeer je in. Dat is bij jou heel makkelijk. En dan schouders. Goed je schouders insmeren. Dan gaan we naar beneden naar de knie. En dan je teen. Oh ja, wacht even hoor. Oren. Ogen. Niet in je ogen. En natuurlijk, heel belangrijk, zeker als hij groot is, het puntje van je neus. Zo doen we dat. Kunnen jullie met ons meedoen? Kom eens staan. Dan doen we het even voor. Ja. Want dan gaat het beste. Gaat hij zo. Oh. Thank you.
fout. Ik zag, jij zat soms met je neus op je knie. Zeg, even meisjes in het publiek. Ik wil je even wat vragen. Vinden jullie die zeelover ook zo knap? Wow. Ja? Ik wel. Hij is een held. Hij een held? Moet je eens kijken. Vieze ongewassen piraten zit. Bah! Een held van de zee. Een held van de zee. Moet je kijken. Misschien is hij wel agressief. Want als die vecht. Zie je, daar heb je het al, hè? Als hij vecht, ja, dat dacht dan ik. Dan vecht hij voor twee. Als er voor niemand uitkomst meer is, roep dan op Flipper de Vis. Daar heb je Flipper, Flipper, hij is een held. Wat een dolfijn, om trots op te zijn. Flipperman. Daar heb je Flipper, Flipper de Flipper. Nemen. Huh? Natuurlijk. Je
Pak toch gewoon je koffer in. Laat ik zien, laat zien, wat heb je dan? Even aan denken. Heb je ook vis? Eten. Heb je ook vis? Je hebt gewoon eten. Je neemt gewoon eten. Nee, een appel. Een banaan. Visje. Ananas. Ananas. Heb je een peer? Maar wat is er mis met die flippen? Waarom kunnen we die flippen niet opeten? De hele. Kijk, die flippen, hè? Dat is helemaal geen vis. Dat wou ik ook nog eventjes corrigeren. Is het wel een vis? Kijk, wat zit in het water? Ja, het is een vis. Ja. Een vis? Maar het is toevallig geen vis, hè? Kinderen, wie weet dat? Een dolfijn, dat is geen vis. Wat dan? Dat is een, jij weet het. Een wat? Een zoogdier. Ja, ik hoor het goed. Wat? Ja, een zoogdier, hè? Zoogdier. Heel goed. Nou, dat hoef ik hem al niet. Ik lust geen zoogdier. En wat heeft zo'n zoogdier als zo'n mooie dolfijn nodig om in te zwemmen? Ja, weet jij? Water natuurlijk. Iedereen heeft mooi, schoon water nodig. Makkelijk zat,
jij bent alleen thuis. Ja. Dat heb je nog niet, maar misschien je oudere broertje. En dan heb je zo'n potje met centen. En dan mag je zelf beslissen wat je gaat bestellen. Wat zou je dan bellen? Bel je dan de, wat bel je dan? De pizzakoerier? Of... Wie? Nou weet ik niet. Wat zou je het allerliefste de hele week willen eten? Pizza? Dat is niet wat pizza. Appeltaart? Appeltaart is wel lekker, hè? Zwarma. Ik hoorde hem nog tussendoor. Hoorde je hem ook al? Ik hoorde hem ook al. Maar een aantal die liepen, dat was allereerst hoor. Ja, hoor. Wat zeg je? Kroket, ja, dat zit wel familie van. Kan je daar ook als je zin hebt vet te eten, dan droom ik van de patat. Ja, inflatie. Ja, geloof ik in spruitjes, geloof ik niks van. En als je dorst hebt, moet je drinken, maar je flesje lijkt nog eens een beetje jaaien. Een hele flesje jaaien, mis net. Naar mijn grootste lief. Maar
toch mooi wat ik doe? Nee, het is lelijk. Nou, maar papa zegt ook altijd dat ik... Ja. Die zegt altijd assenpoester, wat kan jij prachtig zingen. Mijn papa is gek. Mooi niet. Vind je het niks aan? Stuur hem op in het flesje. Ja, hou op. Stuur hem. Hey. Ja. Vind je het lelijk? Vind jij het lelijk? Ja, ik vind het verwaand. Ja. Verwaand? Ja. Jongen. Ik vind het lelijk en verwaand. Weet je, je bent gewoon... Je bent gewoon jaloers. Nee, ik vind je weer een jaloers kleur terecht, mond. Wacht maar tot we thuis zijn. Ja, weet je wat ik doe als we thuis zijn? Ja. Oh ja, dat is een goeie. Als we thuis zijn, dan zal ik al die action poppen met hun stomme koppen op zolder verstoppen. Maar ja, weet je wat ik dan doe? Dan poep ik een rol in je spies. Je spul. Ja. Dat ga ik weer tegen papa zeggen. Echt waar. Ja. Oh, vieze jongen. Thank you.
in. Ik zal erin zitten. En wat vinden we nummer is? Nummertje 5. Wie heeft nummertje 5? Iemand nummer 5? Nee, niemand heeft nummertje 5. Gaan we dus. Kijk nou. Op je dat ons. Ik heb altijd al koning willen zijn. En nog een kroon. Dat is. Hier is. Wil jij mijn andere schat zijn? Jullie mogen ook al wat eten dan hoor. Als je nou wat deelt. Ja, natuurlijk.
Ja, lekker een banaan. Dit is members. Zo, ik. Zo. Hé, hey, gaan jullie dat doen? Een zwarte eiland. En hier wonen? Oh. Hier, dan is het dus geen onbewoond eiland meer, maar een bewoond eiland. Nou goed, voordat we gaan, dan gaan we nog één liedje zingen voor jullie over het onbewoond eiland. Goed? Woe! Op een onbewoond eiland woont nu iemand voor je neus. Ja, je voelt je erbij, want ik ben even in zijn neus. Geen politie weg, want je hoeft er niet. Want ik die van je niet, ligt op je buik, je hoort er niet. Niet met je wilde boot, wel bij de bovensnoot. Je hoort vanzelf het groot op een onbewoond eiland. Er zijn we alle dagen fijn. Zo is het fijn. Op een onbewoond eiland, daar zou ik willen zijn. Ik had vanmorgen overdag en nou een punaise in mijn voet. Oei. Chocola op mijn linkerbouw. Het uit de zand ik van je rug. Toen ik mijn fiets besteeg, je raakt het reeds. Mijn beide tanden lekker leeg. Yeah! 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 Yeah
Assepoester. Hallo. Dat is kapitein Martijn. En dat is Iris, waarop ik is. En dat is Frankie, onze kleine duinkabouter. En Egmond. En ik ben Bob, is even op. Ja. Zullen we nog niet doen? Volgens mij wil je stiekem de kinderen erin gooien, hè? Ik zie het wel, hoor. Dat is stiekem. Ruiken ze nog wel lekker, eigenlijk. In het water begin je wel een beetje te stinken. Ja, volgens mij weer een beetje van die deo nodig. Van dat spul. Laten we die nog een keer doen, maar dan gaan we met z'n allen zingen. Kan ja, dat? Gaan we echoen. Goed. Jullie zijn de papegaaivisjes. Ken je dat, de papegaaivisjes? Ze zijn goed, man. Ja, die zingen alles na wat jij eerst zingt. In de blub grote tets. Nee! Doen we nog een keertje. Deel. Die was kort, iets makkelijker. Deel. Heel lang. Doe ze heel lang. Even flink ademhalen.
Ja.